Eerste training vrouwenelftal. Asbest opruimen bij tuincentrum. En regenachtig XO Live toch een succes. Eerst wordt er nog even de nieuwe kleding uitgezocht. Maar daarna moeten de dames van het nieuwe vrouwenelftal van SC Eindhoven en PSV toch echt aan de bak. Ze trainen vandaag voor het eerst op het trainingsveld van FC Eindhoven. Ja, superleuk. Het is natuurlijk een nieuwe club en een mooie club. En de eerste training altijd wennen, maar een leuke groep. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Na een lekkere vakantie weer lekker met z'n allen op het veld en keihard ervoor trainen om weer lekker de competitie in te gaan. Voelt heel goed. Omdat de wereld van het vrouwenvoetbal nog niet zo groot is, komen de meeste spelers over van Venlo. Ze worden het komend seizoen in Eindhoven getraind door coach Hesterine de Reus. Omdat natuurlijk de totale aantallen in Nederland beperkt zijn en er twee nieuwe clubs bij kwamen, heeft PSV Eindhoven met VVV Venlo om de tafel gezeten om te kijken hoe we konden gaan samenwerken wat de spelers betreft. En uiteindelijk is er uitgekomen dat VVV alle spelers aan ons heeft overgedragen. Wij hebben nog wat spelers daarbij gezocht en dat is de groep geworden. Het elftal gaat dit seizoen nog meedoen aan de Binnenleague. Een zware competitie met 17 teams uit Nederland en België. Dus winnen heeft nog niet de allerhoogste prioriteit. We hoeven geen kampioen te worden, laat dat voorop staan. Het eerste wat nu belangrijk is om de organisatie heel goed neer te gaan zetten met kwalitatief goede mensen. En dat we zorgen dat de organisatie heel goed verankerd wordt bij zowel PSV als bij FC Eindhoven. En dan heb je volgens mij een goede basis om succesvol te zijn als team. Ik hoop mooi te draaien in de top en ik denk dat dat ons wel gaat lukken als iedereen zo goed zijn best doet. Het wordt zeker een hele mooie competitie met veel strijd erin en veel gelijkwaardige teams ook. En wij zijn er de een van die bovenaan komt te staan, hoop ik, want dat is wel ons doel. De competitie start al in augustus en dan moeten de dames dus fit zijn voor de Binnenleague.